Veilig wonen in Groningen is in gevaar. 170.000 gebouwen in de provincie moeten worden verstevigd vanwege de aardbevingsschade. Dat is de conclusie uit een onderzoek in opdracht van de provincie. Het gaat om 2 op de 3 gebouwen in de provincie. Uit eerder onderzoek van minister Kamp bleek dat het om 90.000 gebouwen ging. Een opmerkelijk verschil. We wisten al dat die versterkingsopgave heel groot was. De minister had het becijferd op 30.000 tot 90.000 woningen. Wat nu tijdens dit onderzoek is gebleken is dat hoogbouw, dus flats en appartementen, niet zijn meegeteld. Tel je die wel mee, dan kom je op 152.000 woningen uit. En nog 18.000 andere panden. Dan moet u denken aan winkels, scholen, verzorgingshuizen, dat type gebouwen. Al die gebouwen moeten dus verstevigd worden. Een project dat ongeveer 30 jaar zal duren. Daarnaast zal het veel geld gaan kosten. Maar volgens Moorlach is het glashelder wie dat gaat betalen. De NAM die veroorzaakt het probleem en die zal ook de oplossing moeten betalen. En dan gaat het dus niet alleen om het herstellen van schade, waar de NAM ook volgens de wet aansprakelijk voor is. Maar ook voor het wegnemen van het risico is de NAM risico aansprakelijk. Dus die kosten zullen voor rekening van de NAM moeten komen. Maar u heeft geen idee hoeveel het precies gaat kosten? Als je dit nu doorrekent, als het echt 170.000 woningen zijn, dan gaat het om 30 miljard euro. De minister had becijferd dat het voor de eerste 35.000 woningen, dat de kosten 6,5 miljard zouden zijn. Zal er wat ergens tussenin zitten, maar het gaat echt om enorme bedragen. Een veel groter bedrag dan begroot dus. Maar ondanks het gevaar van de aardbevingen piekeren mensen er volgens Moorlach niet over om het gebied te verlaten en hun huis te verkopen. Als provincie hebben we eerder al gezegd van wij vinden het niet acceptabel als je mensen echt langdurig opsluit in moeilijk verkoopbare woningen die niet aan de veiligheidsnormen voldoen. Die mensen moet je in de gelegenheid stellen om uit het gebied te kunnen vertrekken. Maar ik ben ervan overtuigd, ik woon zelf in het gebied, dat heel veel mensen met geen 10 paarden uit het gebied weg te krijgen zijn. Maar het is nu wel zaak dat het veiligheidsniveau zo snel mogelijk op peil wordt gebracht. Het beoogde nieuwe provinciebestuur is geschrokken van de resultaten. Zij willen dat de gaswinning nog verder gereduceerd wordt. De Tweede Kamerfractie van de PvdA heeft een spoeddebat aangevraagd.